Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, beste broeders en zusters. Ik ben hier op dit moment in het gebouw van Ibn Battuta. En Ibn Battuta is een Nederlandse scoutingorganisatie op islamitische grondslag. En dit gebouw is er zeer gehavend aan toe op dit moment. Je ziet nog een aantal van de zaken, van de decoraties, hè, zoals hier. En een stuk natuurlijk, dat verwijst naar de deur van de Kaaba. En de bankstellen zoals ik denk velen van ons dat wel kennen. Alleen hier vooral heel erg veel rookschade. De afgelopen maandag zijn er natuurlijk op heel veel plekken in Nederland rellen geweest. En ook hier in dit pand is op die avond brand gesticht. En de schade is echt enorm. Dit is een van de leslokalen. Er ligt hier overal glas op de grond, omdat natuurlijk ook de brandweer naar binnen moest. Alles is eigenlijk zwart, alles ruikt naar de rook. Opvallend, hier zo de kast met de Korans, het woord van Allah subhanahu wa ta'ala zelf is, de boeken zijn in feite onaangetast, mashallah. Wel rookschade hier natuurlijk overal in het gebouw. En we gaan eventjes doorlopen rustig naar de plek waar waarschijnlijk de brand is begonnen. Het inmiddels compleet zwarte leslokaal, alles heeft hier gebrand, het ruikt. En je hoort nog steeds wat water druppelen. Dit is waarschijnlijk waar de brand is gesticht, of in ieder geval dit deel van het gebouw. En het doet me ook echt verdriet om het hier zo te zien. Ik heb leuke herinneringen aan dit gebouw van de keren dat ik hier in de Ramadan wel eens ben geweest, de activiteiten die er waren. Zoveel jonge broeders en zusters die hier lekker gewoon aan het spelen zijn, die hier een mooie plek hebben om op te groeien, waarbij ze gewoon allerlei leuke dingen die je natuurlijk met de scouting doet meemaakt. Tegelijkertijd een stukje normen en waarden bij krijgen. Ik denk echt een hele belangrijke plek voor heel veel mensen hier in Rotterdam. Heel veel van onze jongere broeders en zusters. En ja, het is gewoon vernietigd. Er is hier voor 10.000 zo niet meer euro's aan schade. Die railschoppers die mogen niet winnen. Uiteindelijk is het zo dat wij er met z'n allen onze schouders onder moeten zetten. Dus ga eventjes naar de GoFundMe. De inzamelingsactie op Facebook en op YouTube zal ik het linkje in de comments zetten en op Twitter. Op mijn Insta zal ik het linkje eventjes in de bio zetten. Klik daarop, dan kom je op de pagina waar je een steentje kan bijdragen. En help alsjeblieft om deze scouting Ibn Battuta de middelen te geven. Zodat ze alles hier weer kunnen herstellen en herbouwen. Zodat onze broeders en zusters hier weer gewoon fijn samen kunnen komen, les kunnen krijgen, leuke scouting dingen kunnen doen, lekker buiten raffelen. Ik denk echt dat dat belangrijk is. Die railschoppers, mensen die dit soort branden stichten, dat soort mensen mogen niet winnen. Het is uiteindelijk zo dat de mensen van goede wil moeten winnen en als het goed is zijn wij dat. Dus laten we er allemaal een steentje bij dragen. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala het mogelijk maken, snel mogelijk maken, voor het bestuur van Ibn Battuta. Om alles hier weer te herstellen en weer in gebruik te nemen. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala de jongeren daarna weer in staat stellen om hier met veel plezier, met veel avontuur en met veel baraka een belangrijk deel van hun jeugd te mogen nemen. Amen. Jazakallah khair, dankjewel voor het kijken. Alsjeblieft, draag een steentje bij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.